Welke 5 acts moet je zeker weten checken op Pinkpop? Dio en ik vertel het je. 5. Pharrell. Ik heb hem al 5 keer gezien. En ik kan je zeggen, ik kan niet wachten om hem een 6e keer te zien. Nummer 4. George Ezra. Ik heb hem voor het eerst vorig jaar live gezien. En het grappige is, als je bij zijn optreden bent en je doet je ogen dicht, dan heb je het gevoel dat er een dikke, zwarte man staat te zingen. En dan doe je je ogen open en dan staat daar een 22-jarig blank jongetje met een gitaar in zijn handen. Compleet de zaal kapot te spelen. Het is fantastisch. Daar heb ik wel zin in hoe je het zo vertelt. 3. Kovacs. Ja. Dit is een van de acts waar ik echt heel erg naar uitkijk. Dit meisje, het is zo verrassend, is 21, komt uit Eindhoven. Ja. Maar als je er live ziet, heb je het gevoel alsof daar gewoon een volwassen dame staat te zingen die dit al jaren doet. Klopt wel, toch? Doe. Typhoon. Ja. Ik gun het hem heel erg. Deze man heeft zo'n goede energie als hij aan het optreden is. Het is zo puur. Het is alleen maar liefde. Ja. Dat is een goeie. Typhoon, alleen maar liefde. 1. Doppelgang. Ja, nou ja, dit is echt een unieke verschijning, hè, deze twee jongens. Volgens mij gaan ze Pinkpop echt helemaal plat spelen. Ja, dat denk ik dus ook. Ja. Maar ik ben wel benieuwd hoe ze zich nu voelen. Hey! Hey jongens, hoe is het? We zijn er bijna klaar voor. Ja, we hebben er heel veel zin in. Grote show natuurlijk. Sluiten we zondag af. En ja, dat brengt wel nodige zenuwen met zich mee. Maar ja, heel erg veel zin in. It makes the girl shy. I've got my guns out. Wat kunnen de mensen op Pinkpop echt een beetje gaan verwachten van jullie? We gaan houten to the max. Hey, wij staan vooraan, hè. Wij komen sowieso kijken. Ja, we hebben een paar nummertjes jullie op gaan. Oh, top. We zien jullie op Pinkpop.